De Verdieping, een vlog en podcast van het Zeeuws Orkest. We volgen de repetities voor de komende concerten op 11, 12 en 13 juni. Nu aan het woord is Marco van Dulmen, eerste klarinetist van het orkest, die ons meeneemt in het werk van Poulenc. Hij geeft een demonstratie van zijn mooiste klarinetsolo in dit stuk. Er zijn componisten die een hele eigen sound hebben, een hele eigen signatuur, die eigen harmonieën gebruiken, eigen melodietjes hebben, en waarvan je na een paar noten of een paar maten al zegt, hé, dat is die componist. Voor mij is dat voor het geval bij componisten als Ravel, Shostakovich, Prokofjev, Mozart, maar ook bij Francis Poulenc. Hij heeft een hele eigen signatuur, eigen melodieën, eigen harmonieën. En hij is in staat om hele korte themaatjes van slechts een paar noten of een enkele maat continu achter elkaar te plaatsen. En het blijft nog steeds één muziekstuk. Dat vind ik zo bijzonder aan de muziek van Poulenc. En u moet zeker eens een keer luisteren naar zijn muziek. Wij spelen binnenkort met het Zeeuws Orkest een programma met een vioolconcert, met het vioolconcert van Beethoven. En de Sinfonietta van Francis Poulenc, wat hij schreef in 1947. Dat zijn werk bestaat uit vier delen. Met hele mooie themaatjes. En een briljant stuk is het gewoon. Ik laat een fragmentje horen van de klarinetsolo uit het derde deel. Ik ben trots dat dat erin zit en dat hij dat zo geschreven heeft. Het past precies op het instrument en het is deze solo. Luister. Dat is toch een beauty. Helemaal langzaam kabbelt dat melodietje door. Het is een van de mooiste melodietjes, vind ik, uit dat werk van Poulenc. Ik hoop dat u van deze Sinfonietta gaat genieten. Wilt u meer fragmenten en verhalen horen van Marco? Ga dan naar Spotify en zoek op Zeeuws Orkest. In onze podcastserie De Verdieping vertelt ook onze chef-dirigent Ivan Meilemans, onze concertmeester Marcus Vliegen en de solist Isa Jacobs meer over de achtergronden, repetities en lichten zij fragmenten uit van dit concert.